De 23e verbrandingsoven is gisteren geopend in het district Brokopondo en wel in het reservaat Kalibi. Naast de verbrandingsoven is ook een nieuwe poli in gebruik genomen. De rode draad van de toespraak was het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de verbrandingsoven. Dit zal ertoe leiden dat het een duurzaam project voor Suriname wordt. Volgens kapitein Ricardo Panne had hij er eigenlijk geen geloof meer in dat Galibi deze zaken zou krijgen. Of delegatie. Asan City. RVD. Poli. Ida. Het is een schijning geweest van katholieke noden uit Nederland. En toen was kapitein Kavira Marino, kapitein Ramses, Mina en Paul. Apoli. Maar ben je wel moeilijk. Tori die RVD. Maar je mag wel wat van die niet, maar dat is ook een boring. Alleen op passie, ben je wel een probleem. Dat er aan de kant ja, maar zo zoveel op dat er aan de kant. Boy Guardiola, commissievoorzitter Verbrandingsovens, gaf aan dat de dorpsleiding zal bepalen wanneer er vuil wordt opgehaald. Ook zal de leiding aangeven hoe de sortering plaatsvindt voordat het vuil naar de oven wordt gebracht. Die verbrandingsoven is milieuvriendelijk. Dus er zijn mensen opgeleid en deze mensen van het dorp zijn hele belangrijke mensen voor het dorp. En er zijn niet zomaar dorpshoofden en die dorpshoofden moeten een model gaan ontwikkelen hoe dat vuil zal worden opgehaald, zal worden afgevoerd, zal worden verbrand, welke tijden, welke dagen, wie zijn dorp zijn vuil voor de deur moet zetten. En dan moet er een systeem komen, want daarom bent u dorpsbestuur. U moet dat dorp gaan besturen. Het is niet alleen maar dorpshoofd zijn en niks doen. Er moet iets gaan gebeuren, er moet ontwikkeling komen. En die ontwikkeling komt zodra je plannen maakt. Die ontwikkeling komt zodra iedereen zich voor die plannen inzet. Dat plan tot zich neemt en dat plan uitvoert. En zijn goedkeuring aan dat plan geeft. Dan gaat dat in goed. Boy Guardiola, commissievoorzitter Verbrandingsoven. Hij sprak gisteren tijdens de opening van de 23e verbrandingsoven en de opening van een nieuwe poli in het reservaat Galibi in het district Brokopondo.